Nou, ik ben Jan van de Bovenkamp. En ik heb vroeger altijd bij de ridder gelopen, als kind al. Toen ik 4 jaar was, kwam ik op de stang van de fiets van mijn vader. Dan reden we hier naar de pont toe. Die kan de pont af. Die grote haaghut onder de deur naar de open toe. En dan hielp ik die man mee de steentjes op de kant zetten, opsnijden. Zei ze. En dan had hij zaterdag een dubbeltje meer in de lont uit zetten. En dan kreeg ik een stuivertje mee voor een ijsje. En toen had je van zulke grote ijsjes. Maar dat praat ik over eind jaren 40. Hè? Steenovensvolk, dat werd vroeger gemaakt. Ging mijn vader op zomer naar mijn oma en alles over wat vrouwen werken ook op de oven soms. Ja, een steenovenman wordt gemaakt. Die kun je niet even van de straat afpakken. Weer terug gaat, ga je in een persblok zitten, druk je persblok naar beneden, zodat de volgende vorm weer volgepest werd met de zachte klei.